Roei, roei, roei je boot, zachtjes door de stroom. Joepiedie poepie, ja joepiedie poepie, het leven is net een droom. Ready or not. Hallo. Hallo. Welkom bij onze 9e vlog alweer. Ja, de 9e alweer. Zo. En deze keer staan we vlak bij de Beekse Bergen. We gaan niet op safari. Helaas. We gaan ook niet naar Speelland. Maar we gaan... Die kant op. We gaan het water in. En daar zie je al eentje bezig zijn. Wow. In de verte. We gaan roeien bij de Tilburgse Open Roeivereniging. En het is regenachtig. Het is koud. En we hebben er wel zin in. Zondagochtend. Fanatiek. Ja, ja, lekker vroeg. Walletjes. We gaan er tegenaan. Gaan we doen. Liebertje, wat verwacht je eigenlijk van roeien? Lijkt me heerlijk. Lekkere natuur, lekker op het water. En ik denk dat het moeilijker is dan het lijkt. Het ziet er altijd heel makkelijk uit. Ja, maar heel gezellig. Ik zie zelfs 80-jarigen dit nog doen. Jazeker. Maar ik denk echt dat ik hierin ga falen. En mensen lekker op vakantie en zo. In Frankrijk is een leuk riviertje. Ja. Maar dit is natuurlijk echt sport. Het is een wedstrijdsport. Dus ja. Ja, het ik is denk natuurlijk dat ook het een Olympische sport. Aha. Dus ja, wordt dat best verwacht, hè? Zeker. Ja. Zeker. Dus we moeten echt we moeten aan de bak. Leg je armen weer, ga je handen over je knieën heen en dan glij je weer zo. Wat ik ga doen is in de uitpik gaan zitten, dus een beetje achteren inderdaad. Oké, slag maar klaarmaken met z'n tweeën weer. Ja, heel goed. Kijk eens aan, het gaat soepel. Prima. Alleen het blad inderdaad in het water. Recht naar. Goed. Goed je blad draaien. Goed. Thank you.
zijn weer lekker een beetje opgewarmd. Nog niet helemaal droog. Het was natuurlijk lekker regenachtig. Maar ondanks de regen was het wel heel erg leuk, hè? Ik vond het onwijs leuk, ja. Ja, het was echt leuk. En ik kan me voorstellen, hè, nu was het nat, maar als het lekker weer is, zonnetje schijnt, ik denk dat het dan fantastisch is. Elk seizoen is anders, lijkt me ook heel gaaf om mee te maken. Ja, zeker. Je bent lekker op water bezig, lekkere natuur. En het roeien zelf is ook heel leuk. Hè? Je bent natuurlijk lekker met team bezig. Ja, het is inderdaad echt een teamsport. Je hebt het ook individueel, had die man net verteld. Hè? Ja, maar in dit geval, wat wij net hebben gedaan, is echt letten op elkaar, commando's luisteren. Ja. Ja. Ja, en de sfeer is hier heel goed. Ja. Ik vond het echt heel erg leuk om te proberen. Ik ook, ja. Zeker. Dus een aanrader. Zou het gaan doen. Duimpje omhoog. Nou, die was heel leuk. Tik maar, Amies. En je weet het, hè. Duimpje omhoog. Abonneer. Laat even in de comments achter wat wij volgens jou nog meer moeten gaan doen. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei. Doei.